ook zien draaien en zo. Mooi. Ja. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sezo. Ik ben Nee. Gaat het, schat? Nou, je oog is lekker aan het genezen, toch? Klein beetje nog. Klein beetje patoog. Ik vind het ook zo irritant, dat hoor ik al van mezelf. Ja, heel vervelend. Ik ga alles afleggen. Logisch. Net als André, die doet niks. Die praat gewoon heel vloeiend. Zonder en zonder. Dat ga ik ook doen. Vanaf nu. Dus, ik ga eventjes... Jij gaat een pak passen. Ja, ik geef naar Breda een pakje passen. Voor de trouwshoot in de Ardennen over 2 weekjes. En helaas is René nog een beetje ziek, dus die blijft lekker thuis. Met Jesse Silver. En, wel foto's sturen. Ja, ik stuur wat fotootjes. En dan kom ik ze dan ook weer terug. En dan ga ik voor de eerste keer sporten. Als het tenminste nog lukt qua tijd. Dan ga ik naar Basic Fit. Want ik heb me aangemeld. En anders heb ik me niet voor Jan met de korte achternaam aangemeld. Dus dat. Ja? Ja. Oké. Okay. Oh ja. En dan ga je eens lekker koken. Met kip. Dan. Nou, met kip en rijst. Kip en rijst. Kip en rijst. Dan. Dat zie je straks wel. Ben je een beetje suf? Nou, je ziet er wel mooi uit. Zie je? Ja. Dat is wel een beetje dik, maar het is bijna over. Hij is iets minder groot in ieder geval. Was vanochtend wel weer helemaal dicht. Dicht gekookt. Oké, ik ga rijden. Oké. Zo gepiept. Ik ben echt 10 minuten binnen geweest. Nee, alleen een extra meetlid voor bij mijn buik. Zo, bij Basic Fit geweest. Bam. Nou, ik voel me nog niet helemaal comfortabel genoeg om te filmen, dus dat komt nog wel. En inmiddels lekker gedoucht en op de bank. Finding Dory aan het kijken met Jesse op de grond. Hij is gaat. En zoals ik al zei, een lekker kippie. Met een soort. Tja. Zal ik zeggen? Rijst met bonen en linzen. Niks bijzonders. Niks bijzonders. Nou, ik heb wel trek in de kip hoor. Ja, kippie wel hè. Smakelijk. Ik was hier nog nooit geweest. Ik vond het wel een goed idee. Ja. Oppe. Om even bij oma toast te gaan eten. Ja. Ik denk dat oma's ragout is. Kruidenbotertje en... Kaas. Nou, schat, gefeliciteerd. Met mij. Een tas toe. Dank je. Die pik ik. Ah, ik wou gelijk straf.
innerlijke stamppotje. Goedemorgen. Nou, ik ben nog niet helemaal in orde. Ik val echt van het ene naar het ander. Ontstoken ooginfectie, koorts. En inmiddels heb ik weer die ongelooflijk vervelende hoest teruggekregen. Dat ik dus ineens een hele droge keel krijg en dan echt de longen uit mijn lijf hoest. Eigenlijk dezelfde die ik had toen ik dat optreden moest doen. En die eigenlijk aan is gehouden tot met de vakantie. Maar goed, nog niet helemaal in orde dus, maar we moeten er even uit. En we gaan lekker naar een playdate doen met mijn vriendin Mariska en haar dochtertje Kenzi. En we gaan geloof ik naar Zoetermeer. Jessie! Dat is mooi. Hé, hey, vriendin. Kenzi! Kom! Kom! Hi! Hi! Ja! Oh, ga je die kant op? Ga je daarna naar rechts? Dat kan ook. Succes maar rechts. Het raad is een speer. Goed zo! Wat knap van jou! Yay! Goed zo! Oh, wat goed! Dank je! Ja! Wil je op je buik? Ik denk dat mijn kont hier niet eens in tussen past. Ik moet gewoon schuin. Ik moest er gewoon schuin in. Zwemmen! Zwemmen in de wallen! Yes! Dat is leuk, hè? Wat er nou? Uh-oh. Daar zit je vast. En nu? Gaat de verkeerde kant op. Hey! Ah, lief. Ga hem helpen. Wat ga je het doen? Oh, wil je omhoog komen? Zo, nou. We zijn weer terug thuis. We zetten één stap in de auto en Jessie was vertrokken. Ja, was erg leuk daar, moet ik zeggen. Ik denk dat we daar vaker gaan komen. Dat we daar wel vaker gaan komen. Zeker als hij wat ouder is, wel leuke dingen om te doen, denk ik. En ik ben ook kapot. I just wanna see where your love can take me.